Iedereen die voor het eerst vandaag in Leiden is, want ik heb begrepen dat een aantal van u dat is, willen uitnodigen om verder kennis te maken met al het moois wat Leiden te bieden heeft. De foto's worden geëxposeerd op de mooiste plekken in de stad. Geniet daarvan. Ik wens u verder een hele mooie middag en dan verklaar ik nu ook het festival officieel geopend. Naar de toekomst toe willen we dit echt het fotofestival laten zijn, zonder muren, zonder grenzen, voor iedereen. En dan niet alleen Nederland, Europa, maar alle continenten. We zijn eigenlijk zo ambitieus dat we volgend jaar op 5 continenten, op digitale schermen, al die fotografen uit al die continenten willen laten zien. Eigenlijk een hartstikke mooie tentoonstelling, maar dat is nog niet helemaal waar we willen eindigen. Denk aan 3D-fotografie. Denk aan 3D-printen. Dat is eigenlijk een beetje waar we naartoe willen met het festival. Ja, eigenlijk gewoon het nieuwe fotofestival in Nederland, maar misschien wel het nieuwe fotofestival wereldwijd. Voor met name de nieuwe fotografen. Many of the best emerging American photographers from Photoville are on display here today. Photoville in Brooklyn has grown to become one of the most visited photo exhibitions in the United States. More than 70,000 people visited Photoville last year. Dutch photographers featured prominently in that exhibit. I'll stop there because I know you don't want to hear me talk anymore. You just want to hear and see what's going on here and go see the fantastic photographs that are here. And I just want to say thank you for letting me be part of this and enjoy the show. Met haar camera zit zij dicht op de doorleefde huid van haar vader en zoomt zij in op zijn alledaagse leven. Met een rood wijntje in bad, met sokken en pantoffels nog aan, zonnen in de achtertuin en altijd dat eeuwige sjekkie in zijn mond. Renate Beense, want zo heet de winnares. Ze weet goed het midden te houden tussen observerende journalistieke afstand en invoelende persoonlijke betrokkenheid. Follow your